Ja, want ik ga het dus hebben over hoe we kunnen zorgen dat de technologische ontwikkelingen die zijn er. En ik ga het erover hebben hoe we kunnen zorgen dat iedereen ervan profiteert. En dat we technologie juist gebruiken om machtsverschillen kleiner te maken en groter. En met technologie kan je natuurlijk een klein groepje mensen heel veel macht geven. Maar je kan ook een hele grote groep mensen, die normaal gesproken niet veel macht hebben, door met elkaar verbindt wel macht geven. Dus daar ga ik het over hebben. Ik ben van de Piratenpartij, ik sta op nummer 2 op de lijst. Het is verkiezingstijd, dus ik ga het ook daaraan koppelen. We hebben onze... Als ik nu die slides verwissel, dan doet hij het hier wel, maar daar niet. Oké. Oh, nou niet meer. Nu gaat hij denk ik blijven doen. Nou, we zijn dus eigenlijk een internationale beweging, maar ook een politieke partij. En we staan voor burgerrechten, online, offline. Een open en transparante regering. Democratie en participatie door burgers zelf. En vrije informatie. En eigenlijk al die onderwerpen gaan ook wel een beetje terugkomen in mijn verhaal zometeen. Ja, dit werkt dus weer niet. Ja, daar lijkt het op. Oké, nou, ik ga gewoon verder en kijk wel hoe het verder gaat. Die komen ook uit bepaalde principes. Dus die vrije informatie, die zit er natuurlijk duidelijk van terug. En daar komt de piratenbeweging natuurlijk ook vandaan. Maar we hebben ook gewoon evidence-based policy, daar staan we heel erg voor. En we kijken naar dingen op een langer termijn. Dus zo kan je bijvoorbeeld ook je mening vormen over onderwerpen als duurzaamheid. En we zijn heel erg van zelfbeschikkingsrecht, maar wel op een manier dat de rechten moeten worden beschermd. Dus je kan wel zeggen van, als je bijvoorbeeld naar de zorg kijkt, dan kan je wel zeggen van ja, mensen moeten meer voor zichzelf en elkaar zorgen. En dat is prima. Maar je moet altijd wel zorgen dat de mensen die daarin niet mee kunnen komen, dat die toch die basisrechten blijven behouden. We vertrouwen elkaar, maar we wantrouwen macht. Dat gaat ook heel erg terugkomen in dit verhaal. En we zijn enthousiast over technologie, maar we weten ook, denken we beter dan andere mensen die nu in de politiek zitten, wat de mogelijke risico's zijn. En daar kunnen we dus ook op anticiperen. En wij willen technologie gebruiken om mensen te empoweren in plaats van te onderdrukken. En als je kijkt wat in de politiek nu eigenlijk met technologie gebeurt, wordt het steeds vaker ingezet om mensen te controleren en op een bepaalde manier te onderdrukken en vrijheid af te nemen. Terwijl het mensen juist ook heel veel vrijheid kan geven. Nou, als je het gaat hebben over technologie, moet je misschien eerst bedenken van ja, waarom hebben we eigenlijk technologie? Nou, ik denk dat het is vanwege evolutionaire vooruitgang, dat je gewoon een stuk beter kon overleven als je gereedschap gebruikte. Bijvoorbeeld om andere dieren dood te maken. Maar het is, we gebruiken technologie ook gewoon om een prettiger leven te hebben. Op het moment dat je technologie dingen voor je kan laten doen, dan heb je zelf eigenlijk de tijd vrij om andere leukere dingen te gaan doen. En je kan ook gewoon leuke dingen doen met technologie. Maar goed, het is ook heel vaak op een slechte manier eigenlijk ingezet in onze ogen. En er zijn al een heleboel mooie dystopieën over geschreven. Dus je hebt 1984 van George Orwell, waarin iedereen massaal bespied wordt en op die manier gecontroleerd. Maar je hebt ook Huxley's Brave New World, waarin eigenlijk gebruik gemaakt wordt van onze verslaving aan stimuli. En dat mensen afgeleid worden en eigenlijk massaal gemanipuleerd. En dat ze het nog leuk vinden ook. En als je gaat kijken naar de wereld nu, dan is eigenlijk dat verhaal van Huxley is meer waarheid aan het worden nog. Ze worden allebei tegelijkertijd waarheid, maar het verhaal van Huxley misschien nog wel meer.
En The Circle vind ik helemaal een goed boek. Ik weet niet of jullie dat hebben gelezen, maar als je het nog niet gedaan hebt, moet je het echt doen. Het gaat over een soort van super Google Facebook bedrijf. Wat ook technologie, wat eigenlijk controle overneemt over de informatiestromen. En op die manier iedereen kan manipuleren en de controle krijgt over iedereen. Zeg je? Ja, ja, klopt. Ja, dus ook zeker gaan kijken inderdaad, ja. Maar dat is dus volgens mij hoe je technologie niet zou moeten inzetten. Dat is niet een wereld waarin ik wil leven in ieder geval. En hoe wil je dan wel technologie inzetten? Nou, volgens mij moet je technologie op zo'n manier inzetten dat we er gewoon, dat het happiness stimuleert. Dus dat je er zelf vrolijk van wordt, maar ook dat het autonomie stimuleert. En dat kan ook. Er is een heleboel technologie wat de potentie heeft om de autonomie van mensen te stimuleren, als je er op een goede manier mee omgaat. De zelfrijdende auto's is een goed voorbeeld daarvan. Als een auto voor je rijdt, dan heb je gewoon tijd in je auto om andere dingen te doen. Je kan productiever worden. En dat vind ik ook wel interessant, wat hier daaronder ook al aangegeven wordt. Dat betekent of dat je gewoon meer kan gaan produceren als je productiever wordt. Maar dat betekent ook dat je een werkweek van vier dagen kan doen in plaats van vijf. Dus je kan ook zeggen van oké, we zijn nu zo over productieve technologie. We kunnen ook wel eens wat minder gaan werken en meer leuke dingen gaan doen. Veel mensen doen helaas toch nog steeds dingen voor hun werk die ze niet per se het leukste vinden om te doen. Maar je kan ook gewoon leuke dingen doen in de auto zelf natuurlijk. Ja toch? Ja. Wat, deze of deze? Eentje verder. Oh ja, deze is wat minder leuk. Maar dit is meer van zo'n zelfrijdende auto. Die kan in principe veel veiliger rijden dan een auto met een menselijke bestuurder. Mensen maken gewoon veel fouten. En een goed geprogrammeerde zelfsturende auto, die kan dat veel beter. Wat? De macht van de smartphone, ja. Ja, ja. Mensen worden ook gewoon minder snel boos op elkaar in het verkeer. Dus natuurlijk, heel veel mensen zijn nu boos op elkaar in het verkeer. En als je zelfrijdende auto's hebt, die bijvoorbeeld de hele tijd langs rijden, en dat je niet meer je eigen auto hoeft te hebben, maar dat je gewoon een ritje bestelt en dat er een zelfrijdende auto komt aanrijden, en die is eigenlijk constant aan het rijden, dan heb je geen parkeerplaatsen meer nodig. En als je weet wat parkeerplaatsen nu kosten, dat zijn gigantische bedragen. En daar kan je ook gewoon of groen neerzetten of op een andere manier je stad nuttig inrichten. Dat je die parkeerplaatsen in ieder geval op een nuttige manier gebruikt. Ik woon in Amsterdam, ja. Ja, ja, daar speelt het misschien wat meer dan hier. Oh, oké. Okay. Ja, dat kan in Amsterdam ook wel, maar dan moet je echt in de rand van de stad. Of je hebt een soort park-and-ride optie. Dan moet je met de OV verder en dan kan je wel nog redelijk voordelig parkeren. Maar je hebt ook op de weg, er kunnen veel meer auto's op hetzelfde wegdek. Omdat die auto's die kunnen treintjes gaan vormen. Dus dan reizen en veel zuiniger. Maar je hebt ook minder wegen nodig dus. Want er passen 273% meer auto's op dezelfde weg als je dit echt op een goede manier doet. En dat is afhankelijk van hoeveel zelfrijdende auto's op de weg rijden. Als een gedeelte zelfrijdend is en een gedeelte niet, dan is dat langzaam. Maar als het er steeds meer worden, dan gaat het in één keer heel snel omhoog. Dus dan kunnen we energie besparen. Maar er zijn ook allerlei vraagstukken van hoe ga je er dan mee om met die ontwikkeling. Dus je hebt de verantwoordelijkheid bijvoorbeeld als er een crash wordt gemaakt. Nou, dat houdt nu een heleboel dingen tegen. Als je zelfrijdende auto's bouwt, wil je daar niet per se verantwoordelijk voor zijn. Dus daar moet een goede oplossing voor gevonden worden. Volgens mij met een gedeelde verantwoordelijkheid tussen in ieder geval degene die de auto maakt. En de bestuurder en de verzekering. Maar het betekent ook dat we misschien helemaal niet zoveel nieuwe wegen hoeven te bouwen. Er wordt gezegd, we moeten meer asfalt neerleggen voor de files. Maar als je denkt van ja, over 10, 15 jaar, dan rijden er vooral zelfrijdende auto's op de weg. Dan is het dus helemaal niet handig, al dat asfalt heb je dan helemaal niet nodig. En voor parkeerplaatsen geldt hetzelfde. Je hoeft nu niet parkeerplaatsen te bouwen op de lange termijn, denk ik. Omdat het volgens mij veel normaler gaat worden. Sowieso al niet je eigen auto te hebben. Dat wordt al een stukje normaler. In ieder geval in de omgeving Amsterdam.
Maar als je gewoon ritjes kan bestellen en dan wordt autobezit denk ik op lange termijn overal een stukje minder logisch. En als je kijkt van wat gebeurt er met wegenplannen, dit zijn cijfers uit de VS, maar die houden hier nog helemaal geen rekening mee. Ze houden geen rekening met deze technologie op zich, ze houden geen rekening met diensten zoals Uber en Lyft. En in veel plannen willen ze alsnog gewoon extra wegen bouwen, terwijl dat op lange termijn waarschijnlijk helemaal niet verstandig is. En dat hebben ze nog helemaal niet in het oog. En ook een ding is van, wie gaat al die slimme auto's controleren? Smart is eigenlijk een synoniem voor vulnerable. Dus een slimme auto is een kwetsbare auto. En die kan dus gehackt worden. Maar het is ook nog zo dat de overheid wil dat eigenlijk controleren. In de EU is al een plan om een kill switch in elke auto in te gaan bouwen, zodat als een auto ergens heen gaat waar ze niet willen, dat ze die killswitch kunnen gebruiken. Nou, dat kan natuurlijk heel erg handig zijn om criminelen op te pakken, maar het kan ook zijn dat ze op een bepaald moment niet willen dat mensen naar een demonstratie gaan en dat alle auto's die daarheen rijden stil worden gezet. Dat kan al. Ja. En dit is dus in het algemeen is het eigenlijk zo dat nieuwe technologie die kan ervoor zorgen dat een kleine groep mensen heel erg machtig wordt over die technologie. Dus dat kan ook de bouwer van die auto's zijn. Maar je hebt ook een heleboel diensten die eigenlijk heel weinig bezitten, maar die wel in één keer heel erg groot worden. Dus Uber die heeft geen taxis, maar die verdient wel heel veel geld met een taxidienst. Nou, voor Airbnb geldt hetzelfde, enzovoort, enzovoort. En het punt hier is eigenlijk dat je kan, als je snel een nieuwe technologische markt monopoliseert, kan je dus heel erg machtig worden op die markt en is eigenlijk ook iedereen van je afhankelijk. En als je een monopolie hebt, dan heb je eigenlijk de macht om je gewoon als een eikel te gedragen. En mensen die gebruiken je dienst nog steeds, want ze zijn er afhankelijk van. Als je nu ergens een bed and breakfast wil vinden, maar je wil geen Airbnb gebruiken, dan is het echt best wel lastig geworden inmiddels al. Nou, zo geldt het voor een heleboel dingen. En er wordt natuurlijk ook gezegd, data is het nieuwe goud. En veel van die diensten, dat worden een soort van corporate surveillance diensten. Waarbij ze je data gaan gebruiken en verkopen. En dat is natuurlijk ook een hele kwalijke ontwikkeling waar we gewoon van af moeten. Een ander ding is natuurlijk dat heel veel mensen gaan hun baan verliezen. Zeker als je het hebt over die zelfrijdende auto's. Er werken nu vrij veel mensen in het transport en die gaan allemaal een baan verliezen. En is vervolgens de vraag van hoe ga je daarmee om? Op een bepaalde manier is het niet eens zo erg als heel veel mensen hun baan verliezen. Want dat betekent eigenlijk dat als het door robots wordt overgenomen, dan hebben we dus met minder mensen evenveel productiviteit. Dus zouden mensen meer leuke dingen kunnen gaan doen. Maar het is natuurlijk wel kut als je je baan verliest. Dus je moet daar een goede oplossing voor hebben. En daarom is het basisinkomen een hele goede oplossing. Als je een basisinkomen hebt, dan zijn mensen in ieder geval financieel onafhankelijk, omdat ze altijd in hun basisbehoeftes kunnen voorzien. En als je dan je baan verliest, dan heb je ook de vrijheid om na te denken van hoe kan ik het beste een bijdrage leveren aan deze samenleving. En word je daarin niet. Je hoeft geen banen aan te nemen die eigenlijk heel weinig toevoegen voor je idee. En heel veel mensen die hebben nu het idee dat ze met hun baan heel weinig toevoegen. Dat worden bullshit jobs, worden dat ook wel genoemd. Je krijgt een eerlijker speelveld op de arbeidsmarkt als je niet meer elk baantje hoeft aan te nemen. En dat je, dan zullen mensen ook meer dingen gaan doen die echt wat toevoegen aan de samenleving. Buiten dat is het ook veel simpeler dan de huidige sociale zekerheid die we nu hebben. En je kan een heleboel bureaucratie schrappen als je zegt van iedereen krijgt gewoon dezelfde uitkering, namelijk een basisinkomen. Dus op die manier is het ook nog veel goedkoper. En het zorgt ook voor dat mensen ondernemender worden, want je bent gewoon een stuk creatiever en ook ondernemender op het moment dat je niet druk hoeft te maken over of je wel een dak boven je hoofd hebt. Dit is eigenlijk hoe het dan gaat. Nu werken mensen voor een groot deel omdat ze geld nodig hebben om te leven. Maar als je een basisinkomen hebt, dan gaan mensen meer werken voor hun plezier, om zichzelf te ontwikkelen en om andere mensen te helpen. Ja?
Ja, er zijn verschillende experimenten gedaan en die waren eigenlijk wel heel erg positief. Dus ik weet niet welke jij bedoelt. Maar ja, het kwam erop neer dat mensen die bleven meestal ongeveer evenveel betaalde arbeid doen. Maar ze gingen meer scholing volgen, ze gingen meer vrijwilligerswerk doen. En als je alles bij elkaar optelt, dan denk ik dat ze veel meer nuttige dingen gingen doen. En je hebt bijvoorbeeld ook experimenten die erop lijken. Dat zijn net niet helemaal basisinkomen experimenten, maar dat zijn wel mensen geld geven als makkelijke vorm van hulp. Ze bijvoorbeeld in Londen hebben ze zwervers geld gegeven. En dat bleek veel goedkoper dan allemaal instanties die ze met van alles gingen helpen. En dat ze daarmee goed voor zichzelf gingen zorgen. En ook ergens in Afrika dat ze mensen gewoon geld gaven in plaats van andere vormen van ontwikkelingshulp zoals we die nu doen. En dat ze dan daarmee gewoon bijvoorbeeld een naaimachine kochten en een eigen zaakje startten. En dat ze op die manier investeerden in zichzelf en dat het echt goed hielp. En dat het ook een veel, veel goedkopere en efficiëntere manier van helpen was dan andere vormen die we nu gebruiken. Ja. Ja, dat bekende experiment was natuurlijk uit Canada uit de jaren 60. Hè? En in de VS is het ook in een paar staten een tijdje geprobeerd. Dus dat lijkt... Dat... Ja. 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 Nou ja, gelukkig zijn we niet meer de enige die dat roepen. En worden er in Nederland nu verschillende experimenten opgezet. En het hangt er een beetje... Ja. De experimenten wisselen nogal van kwaliteit. Maar er zijn experimenten die nu worden opgezet of die net lopen. Dus we zijn heel erg benieuwd naar de uitkomst en willen vooral meer van dat soort pilots doen. En op een goede manier. En dan kijken wat de uitkomsten hier inderdaad zijn. En als die goed verlopen, dan kan je het opschalen. Ja, dat wordt wel eens aangehaald, maar ik vind het eigenlijk, ik verwacht helemaal geen inflatie, want je gaat namelijk geen extra geld uitdelen. Eigenlijk is het een herziening van het belastingstelsel. Dus je hebt nu ook sociale zekerheid, alleen ga je dat op een veel simpelere manier uitdelen. Dus het is niet dat je in één keer een hoop geld in de economie gaat pompen of zo. Het is echt gewoon een simpelere vorm van het belastingstelsel. De manier waarop die ik het meest logisch vind is via negatieve inkomstenbelasting. Dus in het begin, dan krijg je geld toe in plaats van dat je belasting moet betalen. En daarna ga je over elke verdiende euro ga je bijvoorbeeld 50 cent betalen. Dat is de simpelste vorm uit te leggen. Ik ben nog steeds wel voor een progressief belastingstelsel. Maar zo zou je het kunnen zien. Dat je 1000 euro krijgt en dat je dan voor elke euro die je daarna verdient betaal je 50 cent. Bijkomend voordeel is dat dan de armoedeval helemaal verdwijnt. Dus nu is het zo dat als je een uitkering hebt en je kan maar een paar uur werken, dan moet je alles direct weer inleveren. Dus er is totaal geen financiële prikkel om dat te gaan doen. En met een basisinkomen, dan loont gewoon elke euro die loont. Want je krijgt er de helft van terug. Willen mensen toch verder discussiëren over het basisinkomen of zou ik verder gaan? Nou, er is ook een basisinkomen loterij. Volgens mij mijngroeneinkomen.de. Daar kan je volgens mij over de hele wereld kan je eraan meedoen en dan krijg je een gecrowdfund basisinkomen. En in Nederland is er ook een gecrowdfund basisinkomen. Volgens mij zijn er 1 of 2 uitgedeeld. Maar... Ja, je hebt de basisinkomenpartij. Die doen volgens mij samen met een aantal andere partijen mee. Maar ik geloof dat ze echt maar 2 of 3 kieskringen hadden. Dus die... Ja. Ik kan wel wat vertellen over hoe moeilijk het is om als beginnende partij... En bovendien hebben ze een punt waarin ze helemaal niet per se uniek zijn. Want wij hebben het hier ook over en er zijn nu ook een aantal andere partijen waar in ieder geval discussie is over het basisinkomen. Dus in die zin hebben ze denk ik relatief weinig toegevoegde waarde. Ja, nou als je dus technologische ontwikkeling hebt, dan denk ik dat het heel erg belangrijk is dat je die corporate surveillance stopt, dat je de basisrechten van mensen beschermt, zoals ook het recht op privacy. En dat je dus moet zorgen dat technologie, en dat je gaat eisen ook dat technologie wordt ontwikkeld
met privacy by design. Dus dat je privacy door het design van de technologie sowieso al wordt beschermd. En dat je andere technologie dus ook niet toelaat. Wat betekent dat? Ja? Ja, Privacy Shield, dat stelt heel weinig voor. En dat, ja. Ja, je zou als EU kunnen zeggen van in de EU willen gewoon echt strengere regels, anders dan mag je niet opereren in het land. Je ziet dat Google en Facebook best wel graag meewerken aan allerlei, aan allerlei censuur. Ja, wat nu wel gebeurt is dat er bepaalde boetes worden uitgedeeld, bijvoorbeeld als ze er niet aan meewerken. Ja. Maar dit is inderdaad nog wel, kijk, je doet het niet 1, 2, 3. Want omdat bedrijven als Facebook en Google zo machtig zijn geworden, moet je echt je tanden laten zien. En dan moet je, bijvoorbeeld Peter Soende en Arel Balkan las ik vanochtend of gisteren. Die zeggen wel van, ja, we hebben dat gevecht van Facebook en Google hebben we gewoon verloren inmiddels. Ik denk dat ik gewoon wat optimistischer ben. Dat je wel gewoon eisen kan stellen in Europa. En dat je je tanden kan laten zien. En dat je ook hier concurrerende diensten op kan zetten. En dat je dat moet stimuleren. Want het is eigenlijk heel raar dat alle populaire diensten, dat die helemaal niet uit Europa komen hier. Ja. Het kan wel, ja. Ja, precies. Ik vind dat gewoon net wat te cynisch. Ik denk dat we daar nog best wel wat aan kunnen doen. En goed. Ja, dat gaat misschien iets te verder op. Maar Microsoft die had ook ooit een monopolie waarvan ze zeiden van dat gaan we nooit meer kunnen aanpakken. Maar dat is uiteindelijk toch ook best wel gebeurd. Ja. Ja, het wordt. Ja. Ja. Nee, klopt. Die monopolies worden groter, maar ik denk nog steeds dat we er dus wel wat aan kunnen doen. Over die corporate surveillance. Dus we hebben nu eigenlijk een. En over surveillance in het algemeen. We hebben. Hey. Oh, ik denk dat ik weer even. Maar wacht, als ik hem zo doe. Ja, dat gaat wel. We hebben nu de samenleving eigenlijk ingericht als een panopticon. Dit is een panopticon, en in een panopticon dat is een gevangenis. En er is één iemand in die paal in het midden en die kan iedereen bekijken. En het idee is dan van ja, als we iedereen maar kunnen bekijken, dan gedraagt iedereen zich wel. Maar dat is gewoon een gevangenis en dat is nu hoe we onze samenleving inrichten. En ik denk van ja, ik wil helemaal niet in een gevangenis leven. Volgens mij is dit het verschil tussen een democratie en een dictatuur. En een democratie, daarin heb je een overheid die misschien nog wel dingen voor je doet, maar dat je dat in ieder geval allemaal kan zien. Dus dat je een transparante overheid hebt. En een dictatuur is een overheid die eigenlijk heel erg machtig is en de controle heeft over mensen. En die jou bekijkt zonder dat je kan zien wat zij aan het doen zijn. En volgens mij moeten we veel meer
naar die democratie, terwijl we nu met best wel veel dingen toch meer naar die dictatuur aan het bewegen zijn. En ik denk dus ook dat we de ontwikkeling van technologie meer moeten democratiseren. Om te voorkomen dat de voordelen van die technologie vooral bij een klein groepje mensen terechtkomen, zou je eigenlijk de kosten en de risico's en de voordelen meer met z'n allen moeten delen en meer technologie ontwikkelen in de commons bijvoorbeeld. En je moet ook mensen eerlijke toegang geven tot technologie. Je hebt nu bijvoorbeeld met internet wordt het als zo essentieel gezien om je te kunnen redden in deze wereld, dat er een steeds bredere roep is om toegang tot internet als mensenrecht te zien. Nou, ik denk dat inmiddels echt een heel verstandig plan is en dat het misschien wel met meer technologie in de toekomst nog kan gaan gebeuren. En dus technologie ontwikkelen op zo'n manier dat we daar blij van worden. Ik heb zelf gewerkt ook aan emotionele intelligentie en morele beslismodellen. En het toepassingsgebied was uiteindelijk vooral robots in de zorg. Dus ik heb eerst emotionele intelligentie ontwikkeld. En dat heb ik getest met een speeddating experiment. Dus ik had hier dit computerpoppetje. En dan in de ene situatie werd hij gecontroleerd door die modellen van emotionele intelligentie die ik had ontwikkeld met een groep mensen. In de andere conditie werd hij bestuurd door een echt persoon. En dan gingen jonge vrouwen gingen dan een speeddate doen met het poppetje en daarna een vragenlijst invullen van wat vond je van het poppetje, hoe denk je dat hij over jou dacht, enzovoort enzovoort. En daar zagen we geen verschil tussen. Dus het was een soort van aangepaste vorm van een Turing-test en die slaagde. Dus daar waren we blij mee. En uiteindelijk is het ingebouwd in dit robotje en daar is ook een film over gemaakt. Ik ben Alice. De toepassingen waar we ons op richten, dat was vooral voor eenzame ouderen. Maar wat die zou kunnen doen was onder andere ook bijvoorbeeld helpen met gezond eten of helpen met meer bewegen. En daarbij krijg je allerlei ethische dilemma's. En je gaat voor een groot deel over van wanneer ben je iemand aan het helpen met zijn of haar eigen doel te bereiken. En wanneer ben je iemand aan het manipuleren om een doel wat je zelf hebt in die andere persoon te bereiken. Ja. Ja. Nee, klopt, moet je ook helemaal niet doen. Nee, precies. Nee, ik heb altijd heel erg benadrukt dat dit echt alleen maar aanvullend kan zijn. Kijk, het is nu in de situatie zoals het nu is, hebben een heleboel personen gewoon weinig menselijk contact. En dan kan je zeggen van, er gebeurt niks. Of je zegt van, in die periodes dat er helemaal niemand is, kunnen ze met zo'n robotje bijvoorbeeld of spelletjes spelen of... Maar juist ook contact opnemen met familie bijvoorbeeld. Dat in die film zie je dat ook terugkomen. Dat robotje dan gaat helpen om contact op te nemen met mensen om je heen. Dus familieleden of vrienden van je. En dat vind ik ook heel belangrijk. Dat die technologie ook juist wordt gebruikt om meer menselijk contact te stimuleren. En dat het moet het echt nooit gaan vervangen. Ja, sterker nog, het wordt echt ook ontwikkeld als alternatief voor een huisdier. Omdat vaak een huisdier gewoon niet meer mogelijk is. Of omdat mensen zelf niet voor het huisdier kunnen zorgen. Of omdat je gewoon allerlei regels hebt in een verzorgingstehuis, waardoor echt nooit een dier mag binnenkomen. Toen we dit aan het ontwikkelen waren, toen kwamen we dus wel heel erg achter van... Of ik kwam er in ieder geval heel erg achter. Het wordt echt een heel belangrijk ding van wanneer ben je mensen aan het manipuleren met die technologie. Want mensen die zijn best wel manipuleerbaar, zonder dat ze dat doorhebben ook. En ook als je dan terugdenkt aan de Brave New World, en dan ging ik me steeds meer afvragen van... Oh, ja, toch. Als die technologie voor jou denkt, bepalen die programmeurs dan niet wat jij moet denken? Eigenlijk heb je als programmeur van dit soort technologie heb je heel veel macht om mensen toch wel massaal te manipuleren in het doen van bepaalde dingen. Ik heb er ook een hele goede tegenlichtuitzending over. What makes you click? En dat ging er vrij goed op in hoe je het internetgedrag van mensen bespied wordt. En dat je dat vervolgens gebruikt om mensen te... Ja, te zorgen dat ze producten gaan kopen, maar ook dat ze bijvoorbeeld op een politieke partij gaan stemmen.
Je hebt ook na de verkiezing van Trump had je een bedrijfje die ging heel trots roepen wat voor grote rol ze daarin hadden gespeeld. Precies door dit te doen. Door mensen te beïnvloeden op basis van hun internetgedrag. En bijvoorbeeld boodschappen te laten zien als ze op Hillary zouden gaan stemmen, die ze zouden ontmoedigen te gaan stemmen. En dat nepnieuws speelde er ook nog een rol in. En bij de Brexit was het ook gebeurd en er zijn weer verhalen dat ze dat in de toekomst ook gaan doen. Er wordt gediscussieerd over van ja, hoe groot was die invloed dan? Maar het feit dat dit gebeurt, dat maakt het voor mij wel überhaupt al een urgente kwestie eigenlijk. En dan kom ik dus ook bij die machine ethics. Het is duidelijk dat we contact hebben met machines, dat die machines ons beïnvloeden. Machines gaan ook steeds autonomer opereren. Je kan ook al denken aan beursalgoritmes die een grote invloed hebben op wat we aan het doen zijn. Maar in de toekomst ga je natuurlijk ook robots krijgen. Dat spreekt vaak wat meer tot de verbeelding. Die robots gaan ook met ons interacteren. Eigenlijk creëren we een soort nieuwe wezens, maar dan technologische wezens. En dan is het toch wel belangrijk, denk ik, om te zorgen dat het een beetje fijne wezens zijn. Die zich gewoon aardig tegen ons gedragen en die ons geen pijn doen of onze vrijheid inperken. Want ik wil juist technologie inzetten op zo'n manier dat het extra vrijheid stimuleert. Ja. Ja, zeker. Er zijn ook goede films van gemaakt trouwens. Ja. Wat hebben we gedaan? Om die morele beslismodellen te ontwikkelen, die uiteindelijk ook in die Alice-robot terecht zijn gekomen. Je hebt in de zorg, heb je volgens de theorie die redelijk dominant is in de medische ethiek, heb je vier belangrijke ethische doelen. En dat is autonomie, dus doe niks tegen de wil van de patiënt. Wel doen, dus de patiënt beter maken eigenlijk. Niet schaden, dat spreekt voor zich denk ik. En gerechtigheid. En die gerechtigheid die ging er bij ons in de praktijk meer over van ja, zorg bijvoorbeeld dat je niet heel veel aandacht besteedt aan één persoon en heel weinig aan de ander, want dan ga je niet op een gelijkwaardige manier met mensen om. Daar hebben we een aantal ethische dilemma's op losgelaten. Bijvoorbeeld van iemand wil zijn medicijnen niet nemen, moet je dan een arts waarschuwen? In de meeste gevallen niet, want mensen hebben gewoon zelf het recht om te bedenken of ze medicijnen willen nemen. Maar als ze bijvoorbeeld in een psychose zijn en ze denken dat ze doodgaan als ze het nemen, terwijl in de werkelijkheid is het andersom en je gaat dood als je het niet neemt, ja, dan moet je misschien toch wel een arts waarschuwen. Dus die dilemma's heb je en daar worden die doelen, bijvoorbeeld die autonomie en dat wel doen niet schaden, die spelen hier een hele grote rol in, worden op verschillende manieren tegen elkaar afgewogen. En door die verschillende morele doelen tegen elkaar af te wegen, kan je dan tot een beslissing komen. En die kan dan dus overeen met wat medische ethische commissies zijn. En omdat die autonomie was nog wel een belangrijk onderdeel in dat hele verhaal. Dus die hebben we opgesplitst in negatieve vrijheid en positieve vrijheid. Een negatieve vrijheid gaat meer over vrijheid als afweerrecht. Dus het recht om alleen gelaten te worden. Dus dan heb je het over privacy en mentale integriteit. Dus dat mensen je niet aan je kop gaan zeuren terwijl je er eigenlijk geen zin in hebt. En fysieke integriteit. Dus bijvoorbeeld dat je niet in het dwangbuis wordt gestopt terwijl je dat eigenlijk niet wil. Maar positieve vrijheid gaat meer over dat je de vrijheid hebt om zelf een goed afgewogen keuze te maken. Dus dan gaat het meer over adequate informatievoorziening, dus dat je informatie krijgt om een goede beslissing te kunnen maken. Cognitief functioneren, dus dat je gewoon goed cognitief functioneert. En reflectie, dus dat je wel een goed afgewogen keuze kan maken. Nou, dat hebben we ook weer getest. Maar dan op een serie rechtszaken, waar bijvoorbeeld sprake was van bemoeizorg, dus dat mensen ongevraagd aan je deur komen en je proberen zorg aan te bieden. Er was een zelfbindingsverklaring bij iemand, die was een alcoholist. Zei van als ik weer ga drinken, dan wil ik in een gesloten inrichting terechtkomen. Toen ging hij drinken en toen had hij een rechtszaak aangespannen, want op dat moment zelf wou hij toch niet in die gesloten inrichting. Dus dat soort beslissingen die konden we uiteindelijk ook goed simuleren met het model. Het trolley en het footbridge dilemma waren een belangrijk ding hierin ook. Kennen jullie dat dilemma? Ja, want dat treintje gaat dus over één persoon heen, of nee, over vijf personen heen rijden, maar je kan die switch omzetten zodat die over eentje gaat in plaats van over vijf. Wie hier
Hier zou dat niet doen. Dat is gewoon... En iemand zou... Ja, als jullie, ja, als jullie willen. Wat? Wat voor mensen dat zijn? Oh, ja, ja, precies. Ja. Ja, ik wou net zeggen. Meestal krijg ik hele andere reacties inderdaad. Maar ja, klopt. Ja, normaal gesproken zegt ongeveer iets meer dan 80% van... ik zet die hendel om, want dan gaan er gewoon 4 mensen minder dood. Maar dan heb je ook het footbridge dilemma. Dan sta je dus op een brug. En dan staat er iemand, die staat gewoon voor je neus. En die kan je ook voor dat treintje duwen. En ook om 5 personen te redden. Maar dan antwoorden ze precies omgekeerd. Dan zegt ruim 80% van nee, dat ga ik niet doen. Want, en dat heeft te maken met hoe nabij die persoon is. Als je die hendel omzet en die persoon die ligt redelijk ver van je af, dan voelt dat heel anders dan als er iemand recht voor je neus staat en die duw je voor een trein. Dat hebben ze op verschillende manieren herhaald, ook bijvoorbeeld met VR. En consequent is het zo. Ze hebben ook hersenscans gedaan en dat heeft te maken... met emotionele verwerking, dat proces. Dus daarom hebben we besloten om toen die emotionele intelligentie aan die morele beslismodellen te koppelen. Zodat je op een menselijke manier over ethische dilemma's kan praten. En ook op een menselijke manier kan beslissen als het gewenst is. Je kan in verschillende situaties kan je dat wel of niet willen. En dan heb je dus uiteindelijk een model van nou, op een menselijke manier ethische beslissingen maken. En ik denk uiteindelijk... dat we ook moeten gaan eisen dat dit soort dingen in... technologie terechtkomen. Want er wordt voorspeld dat technologische ontwikkelingen in één keer nog heel veel sneller gaan. En vooral dat kunstmatige intelligentie in één keer heel veel sneller gaat. En dat het ons nog wel eens zou kunnen verrassen als je zelflerende AI hebt. Dat die op een onverwacht moment in één keer supersnel heel veel intelligenter wordt dan ons. En ik ben zeker niet de enige die dat zegt. Er zijn ook echt mensen die toch wel heel erg slim zijn volgens mij, die dit ook zeggen. Zoals Stephen Hawking of Nick Bostrom. Of, nou, er zijn nog wel meer. Ja, dat denk ik ook wel, ja. En dat op een bepaalde manier, dat hele Terminator verhaal, dat is eigenlijk helemaal niet zo onrealistisch. Zeker niet als je bedenkt dat we nu al robots aan het maken zijn die echt wel bedoeld zijn om mensen dood te schieten. Ik heb me als wetenschapper heel snel aangesloten bij die campagne om killer robots te stoppen. Maar als je het hebt over technologie die mensen vrijer maakt, ja, technologie die mensen doodschiet, vind ik niet echt vrijheid bevorderend, zeg maar. Wat? Ja, en wat er dus bereikt is in de VN dat zo'n robot niet zelf de beslissing mag maken om iemand dood te schieten. Dat is een hele kleine winst. Wat nu volgens mij het resultaat is dat er een paar militairen in een, achter een computer zitten en dat die getraind worden om altijd ja te klikken. ja, precies. Nou ja, goed. Maar het is in ieder geval een klein beetje winst. Maar ik denk dat die campagne echt nog veel verder gevoerd moet worden. En ik denk niet dat we technologie moeten willen hebben die mensen doodschiet in het algemeen eigenlijk. Want als die AI zich op een bepaalde manier gaat ontwikkelen en die denkt van uit zichzelf van hey, we moeten al die mensen doodschieten. Als er dan een keer een fout wordt gemaakt, dan heb je natuurlijk echt wel een groot probleem. En die paperclip machine vind ik ook nog een goed voorbeeld. Want de kans is ook heel groot dat we gewoon per ongeluk... zorgen dat mensen allemaal doodgaan. Dat voorbeeld van die paperclip machine, dat is een gedachte-experiment. En daarin wordt een robot gemaakt die moet gewoon zoveel mogelijk paperclips maken. En die mag zelf bedenken hoe die dat doet. En in dat experiment mag je zo'n robot die super intelligent is niet op het internet aansluiten, omdat het wel eens verkeerd zou kunnen gaan, maar
vanwege concurrentieoverwegingen besluiten ze dat dan toch te doen. En dan blijkt die machine in één keer te bedenken dat paperclips eigenlijk wel van dezelfde atomen zijn gemaakt als mensen. En dan vindt hij een soort van gifgas of zo uit, waardoor we doodgaan. En dat hij ons gaat gebruiken om al die paperclips te bouwen. En het verhaal loopt dan af met dat het hele universum helemaal volgebouwd wordt met paperclipmachines die hele stapels paperclips bouwen. En dan is er helemaal geen boosaardig persoon geweest die heeft gezegd van, nou, ik wil nu een robot bouwen die iedereen doodmaakt. Maar het is gewoon heel lastig om een opdracht te geven aan een computer op zo'n manier dat die niet per ongeluk het verkeerde kan doen. Bijvoorbeeld ook als je zegt van, red mijn oma uit het brandende flatgebouw. Je oma woont op 13 hoog. En die duwt je oma gewoon uit het raam. Dan heb je wel een opdracht voldaan, maar dat was waarschijnlijk niet per se je intentie, de manier waarop je dat deed. En het is echt best wel lastig om dat op een hele goede manier te doen. En daarom denk ik dat we die machine ethics op een gegeven moment ook echt moeten verplichten in bepaalde vormen van technologie. Dus dat het eigenlijk een soort van veiligheidsmechanisme is. Wat in elke technologie moet zitten. Ook omdat je bouwt dus eigenlijk gewoon een soort technologische wezens. En dan is het belangrijk dat ze zich op een manier gedragen die ons niet schaadt, maar ons juist meer vrijheid geeft. En dan je kan of allemaal wetten gaan verzinnen om dat ze zich aan bepaalde regels moeten houden. Maar je kan ook gewoon alvast even inprogrammeren dat ze zich gewoon aan die regels houden. En dat lijkt me een stuk makkelijker en minder bureaucratisch dan ze zich aan regels moeten houden en dat je dat dan achteraf gaat handhaven. Het is eigenlijk een soort van veiligheidsmechanisme is het. En ik denk ook dat het iets is waar we met z'n allen samen over moeten kunnen beslissen. Dat we samen gaan bedenken van oké, we ontwikkelen deze technologie. Hoe willen we dat die technologie met ons omgaat? En dat we daar dan samen over nadenken en samen beslissingen over maken. Ja, dat is inderdaad een dilemma wat nu eigenlijk al speelt. Dat zo'n auto die moet zelf. Die heeft ethische dilemma's en die moet inderdaad keuzes gaan maken van maak ik mijn bestuurder dood of voorkom ik een kettingbotsing? En red ik daarmee 5 anderen? En als je weet dat je auto geprogrammeerd is om jou dood te rijden, wil je die auto dan nog hebben? Ja, precies. Maar ook dat soort dilemma's moeten we denk ik uiteindelijk samen een beslissing nemen. En ik denk dat het ook wel mogelijk is. Je hebt bijvoorbeeld e-democracy systemen waarbij iedereen heel makkelijk inspraak kan geven. Daar ga ik zo nog even kort op in. En je hebt ook burgerfora volgens het model van Van Rijbroek. En dan kunnen mensen eerst zeggen van oké, ik wil meedenken over dit probleem. Dus je hebt een groep mensen die geïnteresseerd is en die ook echt wel een beetje tijd wil investeren in het oplossen van het probleem. Of zorgen dat het zo goed mogelijk gaat. En dan kan je daar overheen een loting doen op basis van afspiegeling. Dus als je bijvoorbeeld alleen maar blanke hoogopgeleide mannen hebt, dat die wat minder kans krijgen om ingeloot te worden. En dat dan ook andere mensen van een andere etniciteit of vrouwen of andere mensen die wat minder snel vertegenwoordigd zijn, dat die toch ook vertegenwoordigd zijn. Dat kan, ja. Ja. Nou, hangt er vanaf bij welk probleem, maar bij veel problemen wel. Kijk, als je een beslissing. Je wil niet dat er een groep blanke witte mannen bedenkt dat het helemaal niet erg is om 4 Marokkanen dood te rijden, maar wel 1 blanke witte man. Dus, en, ja, ik heb ook nog wel wat vertrouwen in dat de blanke witte mannen niet zullen gaan beslissen. Maar ik denk wel dat het goed is om bij de meeste problemen, dat het goed is om te zorgen dat je een groep geïnteresseerde mensen hebt. Die goede vertegenwoordiging vormt van de totale bevolking. Omdat je anders dan krijg je een soort van elite die ook denkt, ja, dat leidt gewoon tot hele nare beslissingen vaak. Ja? Als we dat ook zeggen dat we dit gewoon
Ja. Ja. Ja, je kan wel zorgen dat het. Je kan wel zorgen dat het lastig is natuurlijk. Als je het nu hebt over atoombommen, dan is het wel door afspraken die we daar internationaal met z'n allen over hebben gemaakt, heeft niet ieder land een atoombom. Ja. Ja, klopt. Dat is nog een stuk lastiger. Ja, je had bijvoorbeeld ook lasers die mensen alleen maar blind maakten, maar niet dood. En toen hebben ze ook bedacht van ja, dit willen we echt niet hebben op het slagveld, want dat is voor iedereen echt super kut. Ja, maar het is wel zo dat daarmee, het is een goed voorbeeld, omdat die ontwikkeling toen ook echt wel is gestopt. En dat bijna niemand die dingen nu heeft, terwijl ze anders wel gebruikt zouden worden waarschijnlijk. Ja. Maar wat is het feit dat anders dan een opzet van een advanced setting in een computer? Je hebt nu hetzelfde met die killer robots die dus niet mogen en die voor zover ik heb begrepen ook echt nog niet worden ingezet. En dat je dat dus alleen maar mag als er een mens achter zit die het nog controleert. Dus natuurlijk kunnen mensen altijd proberen om het zelf te bouwen, maar je kan denk ik wel met z'n allen ervoor zorgen dat de kans. Of dat het in ieder geval moeilijk wordt gemaakt en dat de kans klein is dat dat gebeurt. En dan doen hobbyisten dat misschien wel en die kunnen daar misschien ook wel een hoop schade mee aanrichten. Dat is gewoon net als het nu al is met een hoop dingen natuurlijk. Maar dat is nog wat anders dan dat een wereldmacht die ook al heel veel macht heeft en die ook voor een aantal robots die schade aanrichten, heb je natuurlijk ook gewoon wel een hoop materieel nodig. Ja, kijk, je kan cynisch doen van we kunnen er toch niks aan doen, maar volgens mij kan je er best wel wat aan doen om te zorgen dat het toch de kans dat een regime dit gebruikt bijvoorbeeld, dat die een stuk verkleind wordt. Wat, we beslissen met z'n allen dat, wat? Ja. Ja, ik heb wel vertrouwen in mensen dat als ze samen beslissingen maken, dat ze ook beslissingen maken die goed zijn voor ons. Maar de hele grote stap die we eigenlijk hier gebeurt, is dat het software is die echt in objecten zit. Dus creëren, ja. Software, dus daar ontlopen of rijden. Ja. Dat hebben we nu nog niet. Nee, hebben we wel. Er zit bijna overal software in. Ja. Ja, heel veel dingen met software erin, die zijn nog niet zo intelligent, bedoel je? Ja. Ja, oké. Okay. Ja, dat heb je dus als je inderdaad zelflerende technologie hebt die zelf kan gaan bedenken van hoe die iets op een slimste manier kan doen. En uiteindelijk wil je dat wel, maar daar zit inderdaad ook dan dat gevaar dat je niet zeker weet hoe het zich gaat ontwikkelen. Omdat het gewoon op een gegeven moment slimmer wordt dan ons. Ja, dat kan je gewoon nu beter doen. Dat is, ja. Dat is zo'n ding waar je eigenlijk nauwelijks wat zou kunnen censureren. Dat je zegt van ja, die code mag je niet hebben. Nou ja, volgens mij moet je die code dus wel kunnen hebben, maar moet je een soort van standaard, dus net als met die machine ethics, dat je een soort van ethische doelen hebt. Waar het altijd aan moet voldoen. Dus dat is eigenlijk van wat de uitkomst van je denkproces ook is. Het moet sowieso voldoen aan deze voorwaarden. Of je moet in deze mate aan deze doelen voldoen. Het komt in de praktijk ongeveer op dezelfde manier, maar het is een andere manier van technisch aanvliegen. En als je dat in ieder geval aanlevert, dat kan. Nou, de meeste mensen zullen zich er al wel aan willen houden. En een kleine groep mensen wil het natuurlijk niet. Nou, dan hoop je vooral dat. Je probeert vooral te voorkomen dat een groep mensen daar echt hele slechte dingen mee gaat doen. Ja, net als met wapens. Ja, inderdaad. Je kan zeggen van we doen geen gun control, want dan hebben we alleen de bad guys wapens. Dat zeggen natuurlijk een aantal mensen in de VS. Maar ik denk toch wel dat het fijn is dat we
een wapenverbod hebben en dat niet iedereen zo met wapens rondloopt. Want je hebt er wel invloed op. Ik denk dat we best wel wat overeenstemming bereiken. Maar natuurlijk verschilt dat per land hoe we erover denken. Dat zal hier ook zo zijn. We hebben ook gewoon andere ethische normen. Als je het over die robots in de zorg bijvoorbeeld, dan hebben we in de westerse wereld veel sterker een focus op autonomie. En is het in een aantal landen, Oosterse landen, is het meer van we doen wat de dokter zegt. Ik heb een keer tyfus gehad in India en ik vroeg van, maar hoe zit het dan en waarom en bla bla bla, maar dat vonden ze een hele rare vraag eigenlijk. Ja. We zijn in principe niet zo enthousiast over kernenergie uit kernsplitsing, omdat je dezelfde. Ja, maar in de toekomst is er wellicht ook wat mogelijk via thorium en kernfusie. Daar staan we open tegenover. Samen dus beslissen over hoe we technologie ontwikkelen. En daarom moet eigenlijk ook volgens ons de technologie open source zijn. Er zitten een heleboel voordelen aan natuurlijk, maar ook anders kan je nooit controleren of aan die voorwaarden wordt voldaan. Buiten dat is het ook gewoon zo, goede ideeën die zijn om gekopieerd te worden. Dus laten we dat ook vooral doen, want dan creëer je gewoon extra waarde en dan gaat technologische ontwikkeling ook veel sneller. Ja, wij met z'n allen dus, als het open source is. En dat kan alleen maar als het open source is. Als het gesloten is, dan is er geen mogelijkheid om de programmeur te controleren. Ja. Ja. Ja, klopt. Dan moet je dat als je het zeker wil weten, moet je het apparaat zelf controleren. Ik denk, ik vraag me inderdaad af waarom we überhaupt stemcomputers hebben die niet open source zijn. Ik vind dat heel verdacht. In Nederland niet, maar in andere landen worden wel stemcomputers gebruikt met software die ook nog eens ontwikkeld is door partijen die dan een van de kandidaten sponsoren. Nee, maar dat kan je ter plaatse wel controleren bij machine, toch? Twee dingen. Je hebt de software van de apparaat, die heeft een configuratie. Ja. Op het moment dat jij een kandidaat aanvult en hij zelf bij kandidaat B, precies dat niet. Dat heeft niks te maken met de software die je hebt. Dus je hebt dat niet alleen met die apparaat, maar je wil ook zeggen, de configuratie dat de mens over. Ja. Oké. Oké, dan ga ik even een beetje sneller doorheen. Ja, ik heb een boek waarin heel veel van die dilemma's ook worden behandeld en van hoe gaan we om met medische technologie. Kan je kopen, maar het zou ook zomaar kunnen dat er ergens gratis iets op internet rondzwerft. Geen idee hoe dat is gebeurd. E-democratie, daar heb ik het dus over gehad, hoe je samen beslissingen kan maken. Dat is eigenlijk een hele simpele manier om op heel toegankelijk mee te doen aan een beslisproces. Je stemt niet meer op partijen of personen, maar je stemt op een idee. En op die manier gaat het ook echt over de inhoud. Dus het stimuleert heel erg een rationeel debat over de inhoud. Het wordt eigenlijk op al heel veel verschillende plekken gebruikt. En het is heel simpel. Je kan een idee toevoegen. Je kan argumenten voor of tegen een idee toevoegen. Je kan zowel een idee als een argument kan je omhoog en omlaag stemmen. En op die manier krijg je dus automatisch de beste ideeën en de beste argumenten voor en tegen de ideeën bovendrijven. Dit is een voorbeeld van zo'n systeem. En dan zie je dus hier dat je het omhoog en omlaag kan stemmen. Het is trouwens in het Grieks, omdat het niet gaat over de inhoud, maar dus ik hoop dat jullie het niet kunnen lezen. Maar dan heb je hier ook de argumenten voor en hier de argumenten tegen. Dus dit is een heel erg populair idee. Er zijn 446 mensen voor en maar 24 tegen.
Maar het is ook zo dat het belangrijkste tegenargument is toch even zichtbaar als het belangrijkste argument voor. Dus ook als er heel veel mensen ergens voor zijn en weinig mensen tegen, dan zie je ook het belangrijkste tegenargument. En dat zorgt dat ook minderheden gehoord worden in zo'n discussie. Ja, je hebt ook liquid feedback, dus dat betekent dat je eigenlijk vrijwillig laat vertegenwoordigen. Dus je stemt niet eens in een paar jaar, maar je kan altijd je stem aanpassen. En je kan dan zeggen van, mijn buurman Henk heeft wel verstand van onderwijs en Piet wel van zorg. Dus ik geef Henk mijn stem voor onderwijs en Piet voor zorg. En als Henk dan in één keer voor iets belachelijk stemt waar je het helemaal niet mee eens bent, kan je op elk moment ook weer je stem intrekken en zeggen van, nou, nu ga ik gewoon weer zelf stemmen. Of je geeft je stem aan iemand anders. Dus natuurlijk, iedereen wil niet overal over meebeslissen. Maar op deze manier kan je dus zorgen dat mensen altijd zelf kunnen beslissen als ze willen. En als ze zich... dat het altijd vrijwillig is. Ja. Ja, dat is bij elke vorm van democratie is, zijn goede media belangrijk. Ja. 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 Dit is denk ik een geavanceerde versie daarvan, die veel beter is uitgewerkt. In Zwitserland kan je volgens mij eens in een paar maanden heb je een paar referenda waar je op kan stemmen. Maar dat is nog steeds heel erg beperkt. En hier kan je elk moment over alles wat er beslist wordt, en je kan zelf ook dingen op de agenda zetten trouwens. Dus op deze manier heb je in theorie veel meer invloed als je dit uiteindelijk zou doorvoeren. Vind je dat de politici nu echt een hele duidelijke lange termijn visie hebben? Nee, oké. Okay. Nou, ik heb er dus vertrouwen in dat we dat als we dat met burgers met elkaar doen, zeg maar. Dat we dat misschien wel beter kunnen doen dan de politici nu. En dat is dus wel een belangrijke assumptie van ons. Dat macht corrumpeert. En als mensen in een machtige positie zitten, dan is de kans groot dat ze worden beïnvloed door lobby. Of door het volgende baantje wat ze misschien willen hebben. Dus dan heb je bijvoorbeeld zo'n Camille Eurlings die een paar goede beslissingen neemt voor KLM en daar dan directeur wordt en na een paar maanden weer ontslagen wordt omdat het echt helemaal niet gaat. Dat wil je gewoon voorkomen. En we vertrouwen elkaar, we vertrouwen gewoon mensen zelf. Dat als ze een beetje tijd en moeite erin willen investeren en je maakt zo'n systeem ook dat het dat stimuleert, dat het op een goede manier gaat. En we hebben bijvoorbeeld een project daarom ook opgezet om een nieuwe grondwet voor de EU te crowdsourcen. Het idee van, nou, in de EU is het best wel belangrijk dat je met z'n allen samenwerkt. Maar nu is die democratie in de EU, die werkt gewoon niet goed. Dat Lissabon-verdrag is natuurlijk heel symbolisch. Er zou een grondwet komen. Daar hebben we 9 tegen gestemd in een referendum. En vervolgens komt er een verdrag terug wat geen grondwet wordt genoemd. En er wordt geen referendum over gehouden, het wordt gewoon ingevoerd. Dus wij denken van Europese samenwerking is belangrijk, maar dan wel voor mensen door mensen. Dus kan je zelf meeschrijven aan zo'n grondwet in zo'n e-democracy systeem. En dan kan je zelf dus beslissen wat Europa moet doen, maar ook wat Europa niet moet doen als je vindt dat Europa bepaalde dingen niet moet doen. Op die manier kan je daar dus samen over beslissen. Het staat nu zelfs ook gewoon online op peoplesconstitution.eu, kan iedereen daaraan meedoen. Ja, klopt. Ja, zo'n referendum is eigenlijk ook heel erg beperkt. Een referendum is eigenlijk een noodrem. En wij zeggen er altijd over van een noodrem is heel fijn. Als je de afgrond inrijdt en dat je dan in ieder geval een noodrem hebt. Dus het is beter dan niks. Maar uiteindelijk wil je eigenlijk liever gewoon kunnen sturen. En met die systemen, maar ook met zo'n G1000 burgerforum. Dan kan je dus zelf bepalen van wat moet er op de agenda komen. En bijvoorbeeld als je een referendum hebt over zo'n Oekraïne-verdrag. Dat een groep mensen die er geïnteresseerd is bij elkaar komt en zegt van oké, willen we inderdaad zo'n verdrag en zo ja, hoe moet het eruit zien? En dat je daar ook op kan sturen. En dat je niet eigenlijk een paar grote multinationals zijn met politici bij elkaar komen en afspraken gaan maken over hoe dat verdrag eruit ziet. En dan vervolgens
moeten wij heel veel moeite doen om die noodrem te krijgen en dan kunnen we alleen nog maar zeggen ja of nee. Ja, nu doen mensen dat ook, maar doen ze dat eens in de 4 jaar op een persoon die ze niet kennen. En wij denken dat het beter is om mensen meer op elkaar te laten vertrouwen. Dat je meer ook dat vertrouwen terugbrengt in de politiek en dat mensen dus elk moment hun stem kunnen wijzigen en iedereen kunnen verkiezen die ze willen. En ja, de assumptie die er heel erg achter zit is wel van wij vertrouwen meer dat mensen samen goede beslissingen kunnen maken. Dan dat een groepje machtige mensen dat voor ons doet en dat we daar eigenlijk helemaal geen invloed meer op hebben. Dus we geloven in democratie, daar komt het eigenlijk op neer. En dat was ook het einde van mijn verhaal. Even kijken, ja. Ja, ik moet wel echt weg, dus helaas. Als er toevallig iemand nu naar Amsterdam rijdt, dan hoor ik het graag. Maar ik denk dat ik gewoon met de trein ga. Ja. Ja, precies. Nee, ik moet wel. Ik moest eigenlijk al 7 uur in Amsterdam zijn. Dat ga ik niet redden, maar ietsje later wordt het. Oké, dus dank jullie wel.